De opleiding creatief fysiek coachen is ontstaan uit mijn eigen frustratie met het klassieke coachende praatgesprek. En de daaropvolgende zoektocht naar wat is er nog allemaal mogelijk. Want ik merkte, mijn eerste opleiding ging vooral over vragen stellen, over rapport creëren en vooral over praten en oefeningen doen. Die gingen eerder over het mentale en eventueel over wat dat we daarbij voelen. Wat ik merkte in mijn coachgesprekken is dat die vaak heel lang duurden, dat die wel wat energie kosten en dat ik soms eigenlijk ook het gevoel had van ja, je geeft nu wel een uitleg, maar is dat echt zo? Geloof je dat nu zelf? Of gaat dat nu het grote verschil maken? En ik miste soms zo die energie waarvan ik dacht, ja, ik geloof het nu zelf ook dat er iets veranderd is. En dan ben ik op zoek gegaan naar welke andere vormen van begeleiding zijn er nog en hoe kan ik dat toevoegen aan mijn coachgesprekken zodat die krachtiger, efficiënter, onmiskenbaarder worden. En dat is gelukt. Ik heb die dingen gevonden. Ik heb opstellingen gedaan en creatieve therapie en emotioneel lichaamswerk en nog allerlei andere zaken. En uit al die zaken heb ik stukken gehaald en die samengebracht tot wat dan nu het creatief fysiek coachen is. En de essentie ervan is, langs de ene kant creatief, dat er eigenlijk op neerkomt, alles wat dan niet praten is. Dus wat kunnen we nog doen wanneer dat niet gaat over wat is de situatie, wat kunt je doen, wat heb je nog nodig, hoe kunnen we daar rondgaan? Hoe kunnen we eigenlijk het verhaal stilleggen, die plaats stilleggen en kijken naar, ja maar hoe ervaarde dat nu eigenlijk echt? En wat is er werkelijk nodig om in beweging te komen? Niet alleen na de sessie, maar ook hier in het gesprek. Dus het creatieve is los van de woorden en ook uit de stoel. Langs de andere kant is het ook allerlei fysieke werkvormen die we gepersonaliseerd en uniek op elke klant en in elk gesprek opnieuw creëren. In het moment stemmen we af op wat dat de vraag is en vooral ook, we geven de klant heel veel regie over hoe dat hij die werkvormen vormgeeft. Want wat we in feite doen is, we halen de innerlijke programmatie, de manier waarop dat de klant dat beleeft, halen we letterlijk fysiek naar buiten in de ruimte en die leggen we daar. Bijvoorbeeld door te zeggen, stel dat dit uw doel is, waar ligt dat ten opzichte van u? En hoe is dat om die afstand te ervaren? En hoe ligt die stift? En we gaan eigenlijk op zoek naar de manier waarop dat onbewust geschakeld zit, zodat we rond heel het verhaalding kunnen kijken naar wat is de essentie. En wat dat blijkt is dat heel vaak de essentie niet gaat over het verhaal en over de situatie, maar over het patroon dat de persoon erachter zitten heeft. En het is rechtstreeks op dat patroon dat we met creatief fysiek werk zullen werken. Dus het is creatief, niet meer praten. Het is creatief, afgestemd op de persoon, elke keer gepersonaliseerd. En het effect ervan is een heel lijfelijke reactie. Je ziet het verschil wanneer dat er een verschuiving komt in de werkvorm. Ziet je de verschuiving ook fysiek bij de klant gebeuren. En dat is, vind ik, het heel krachtige aan creatief fysiek coachen, is het onmiskenbare van het effect ervan. Dus mensen voelen echt dat er iets verandert en van daaruit komen er heel vaak antwoorden waar ze daarvoor nooit opgekomen waren of waaraan dat ze niet geraakten door te praten. Dus het is een heel krachtige manier van werken, het is heel efficiënt en het is eigenlijk ook heel leuk om zo te werken. Het is lichtvoetig, het is speels en tegelijkertijd heeft het een diepgang die je in veel praatgesprekken niet terugvindt. Dus als je dat interessant vindt, als je dat graag een keer wilt ervaren, kom zeker eens naar de demoavond, naar een van onze open deurdagen of ik zie je graag in de opleiding Creatief Fysiek Coach. Tot dan!